Yes, dames en heren, we zijn aangekomen bij de Essen Motorshow. Ja, samen met deze twee gasten. We gaan jullie even laten zien wat er allemaal in het mooie pand staat. En het is heel dik. P1, Koenigsegg, Bugatti Chiron, enjoy. Nou, zoals je kunt zien zitten wij bij de Porsche stand. Er zit er hier eentje te racen. Nou goed, er staan natuurlijk van allerlei Porsches, GT3's, ook nog wat andere auto's. Dus je achter kunt zien de Mercedes-Benz stand. Dus dit is meer eigenlijk de hal met alle, ja, eigenlijk alle merken die een aparte stand hebben. En achter heb je meer, ja, particulieren. Dus bijvoorbeeld iemand die een McLaren P1 heeft, die zet zijn auto daar neer. Nou, en zo is eigenlijk heel de beurs ingedeeld. Ja, het mooie aan de Essen Motor Show is, er staan meer dan alleen auto's. Dus er staan bijvoorbeeld echte race overal. Ja, echt hele aparte creaties. Ik loop hier net trouwens voorbij de Mercedes-Benz stand. Dit is trouwens de BMW stand die je net zag. Zoals je hier kunt zien, Motorsport Racing. Nou gaan we naar iets heel grappigs. Dit is namelijk de stand van Toyo Tires. En bij de stand van Toyo Tires staat eigenlijk de auto van Ken Block. Oftewel, het is de Ford Mustang eigenlijk die Ken Block in zijn video's heeft gereden. En ze staan ook vele andere aparte creaties. Nou, het leuke aan de Essen Motor Show is, er staat voor ieder wat wils. Zo staan er bijvoorbeeld muscle cars, er staan supercars, raceauto's, tuning, alles staat er eigenlijk. Dus ja, het mooie is, het is echt een auto-evenement voor de liefhebber. Nou, voor sommige automerken is het een gelijke gelegenheid om toch de nieuwste auto's te presenteren. Zo loop ik hier nou voorbij een stand die de gloednieuwe Audi R8 LMS GT2 hebben staan. Dit is eigenlijk nog een soort van concept, maar ja, Audi gaat hem als het goed is uitbrengen. Ja, kijk gewoon hoe het eruit ziet. Een hele futuristische racewagen die ja, er toch wel heel stijlvol uitziet naar mijn smaak. Nou, zoals ik net al heb aangegeven, er staan meer dan alleen auto's. Zoals hier achter mij zie je eigenlijk alle racehelmen van verschillende coureurs. Bijvoorbeeld Fernando Alonso staat ertussen, Daniel Ricciardo, Mark Webber, noem het allemaal op. Dus ja, er staan meer dan alleen auto's. Dus ja, dat maakt het ook wel een vrij diverse evenement. Nou, we staan hier nu bij de stand van de ADAC GT. Nou, het mooie aan de ADAC GT is, het zijn eigenlijk verschillende raceklassen. Dus je hebt formulewagens, je hebt bijvoorbeeld de Audi R8 die hier mooi achter mij staat. Dus dan heb je ook nog bijvoorbeeld wat compactere auto's. Hè. Dan heb je bijvoorbeeld een Opel OPC die je hier ziet. Skoda's, Hyundai's. Ja, dat is wel grappig dat je dus eigenlijk verschillende raceklassen hebt op één evenement. Je ziet trouwens een robot die ja, eigenlijk echt op mensen reageert. Dus op het moment dat je voorbij loopt, kijkt hij ook echt aan, dat soort dingen. Dat is eigenlijk wel, wel een grappig ding. Ja, zoals je hier ziet, ook wordt er met Porsches gereced tijdens de ADAC GT. Dus ja, weer een evenement voor eigenlijk alle autoliefhebbers.